Het Glazen Café Bonnebroek. Goedenavond dames en heren, hartelijk welkom bij het Glazen Café editie 2016. Voor het vijfde jaar alweer is hier het Glazen Café Bonnebroek. De DJ's zijn er klaar voor, de prins is er klaar voor. Maar voordat we gaan beginnen met de opsluiting, heb ik uit de cafetaria speciaal voor jullie laten overkomen nog even een paar patatjes. Lekker. Gaat er altijd in. Prins Rob de Eerste, ik zou zeggen, sluit ze op. Ja, dat gaan we doen. Heren, als eerste natuurlijk een woord van dank. En een woord van waardering voor het feit dat jullie dit jaar weer acte de présence willen geven om het Glazen Café te gaan presenteren. En we zijn weer enorm blij dat ook dit jaar de plaatselijke ondernemers op de plaatselijke goede doelen gesteund worden, zo moet ik het zeggen. Dit jaar maar liefst 10 doelen, heb ik begrepen. Ja, het zou natuurlijk prachtig wezen dat die ook allemaal dat bedrag kregen wat ze ook graag willen hebben, waarvoor ze hebben ingeschreven. Maar ik denk dat het moment van opsluiten dichterbij komt en dat moet nu maar eens gaan doen. Wij gaan die kant op. Ja, de DJ is ik zou zeggen, Prins Rob, nog een laatste woord. Oké, doei. Knus uit hier, moet ik ook zeggen. Ja, zeker. Geen eerder zwaren onder de tafel. Nee. Helemaal niks. Heren, wij wensen jullie enorm veel succes de komende dagen. Zondagavond haal ik jullie er weer uit. We hopen dat er enorm veel mensen deze kant op komen en dat ze hun plaatje aanvragen. En dan met elkaar zorgen dat er een machtig mooi bedrag van maakt. En ik ben enorm benieuwd hoe dat zondagavond wat voor bedrag over gaan uitkomen. Ik ga jullie nu definitief opsluiten. Hey, bedankt. Ja, Rob, bedankt. Dan gaan we nou daadwerkelijk echt, de deur zit dicht. De sleutel gaat erin. En dan gaat het gebeuren. Sander, take it away. Nu het Glazen Café Bonnebroek. Voor en door Bonnebroek. Ja, en dan nu voor Prins Rob de Eerste, die jou het eerste geld al heeft gedoneerd. Helene Fischer met Ademloos Drukt die Nacht.